Bij een steekpartij in een woning in het Strijkijzer is zondagavond een zwaar gewonde gevallen. Het incident vond plaats op de 15e etage van de toren aan het Rijswijkseplein. De politie heeft spooronderzoek gedaan. Een deel van de etage was daardoor tijdelijk niet toegankelijk. Over de dader is nog niets bekend. VVD'er Frits Hoefnagel verlaat de politiek. Op 18 mei verlaat hij de gemeenteraad om zich te richten op zijn adviesbedrijf dat zich bezighoudt met citymarketing. De ex-wethouder kwam in de gemeenteraad nadat de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen 3 zetels verloor en de wethouder moest inleveren. Een taxichauffeur is zaterdagnacht op de Lippe-Biesterveldweg beroofd. De man stopte onderweg voor een man en een vrouw. De vrouw zette na het instappen een scherp voorwerp op de kiel van het slachtoffer en dwong hem om geld af te geven. Overvallers gingen er lopend vandoor in de richting van de Rue Paré-straat.